Okie dokie. Daily challenge tijd. Ik zie nou dat deze gewoon, waar ik niks geplaatst heb, niet eens zo heel veel verder af was van die. Het is echt gewoon. Echt gewoon raar. Ik denk dat dit een markt in India gaat zijn. Zou Bangladesh kunnen zijn, maar ik gok India. Even kijken, kunnen we daar dichterbij komen? Nee, ja. Okay, ja, ik hoop dat we daar dichterbij kunnen komen. Ik denk niet dat ik hem zo kan zien, hè? Of wel? Oh, waar ben ik nou? Ah, oh, daar ben ik. Ja, ik hoop dat ik een naam van de stad te vinden kan krijgen. Wat ik zeg, sowieso denk ik dat het India is. Maar wellicht dat dit iets makkelijker is dan al die andere, want ik vermoed dat hier wel een adres in ieder geval op zal staan. Ergens. Of in ieder geval een naam van een stad, weet je. Ja, ik denk dat hierachter een stadsnaam staat, maar dan ja, nee. Oh, wacht. International Domestic, nope. Ik zeg, het zou kunnen dat dit ook nog. Ik weet dus niet of dit de stad zou zijn dan. Zou dat kunnen? Of dat dit. Iets anders is, zeg maar. Dus kijk even rond. Want het zal ook wel een beetje op de grens van de. Ik zet hem heel even hier weg. Want ik dacht dat ik deze naam ergens heb zien staan. Maar. Goed, dat kan natuurlijk ook gewoon fout geweest zijn. Even kijken, misschien dat we zo kunnen. We gaan dan weer net iets verder dan wat de bedoeling is. Ik zeg, ik twijfel er niet over dat dit India is. Zou ook Pakistan kunnen zijn trouwens. Ik zat er dichtbij genoeg. Ik denk dat dat meer geluk dan wijsheid is, maar. I accept. Zullen we maar zeggen. Ik zeg, meer geluk dan wijsheid, maar dat is dan acceptabel. .ch. Dat is Zwitserland. Maar goed, dat is één auto, hè? Ik bedoel. Oké, dat is er twee. Dat is drie. Nou wil ik niet zeggen dat het niet zo is. Maar met drie auto's met een CH. Dan acht ik de kans wel vrij groot dat het Zwitserland is, zeg maar. Holy, wat de. Dat was wel heel enthousiast van Geocacher. Zo van, hallo! Hier ben ik! Er hangen ook allemaal Zwitserse vlagjes, dus ik ga er al vanuit dat dit Buttenhardorf. Ach, misschien dat dit nog wel een stad geeft. Ik weet niet wat ik toen net aan het slepen was. Ik was iets aan het slepen. Ik weet niet of het een URL was, of een symbool, of iets, maar.
Ik deed iets, in ieder geval. Nee, ik blijf wel gewoon lekker op de hoofdweg, denk ik. Is dit de hoofdweg? Nee, weet ik eigenlijk niet. Alles komt uiteindelijk uit op een hoofdweg. Dit is een... Nee, dit is geen meer. Dit is gewoon een grasveld. Een Zwitsers grasveld. Dat voor de rest niet heel veel informatie biedt. Sowieso buiten de Zwitserse vlaggetjes en de CH'tjes is het eigenlijk best wel weinig informatie, moet ik eerlijk zeggen. Dat is niet echt wat ik heel erg gewend ben van Zwitserland. Zwitserland is normaal gezegd echt wel heel scheutig met informatie, zeg maar. Maar dit is... ik zet hem ook ietsje meer in het midden, want het is niet echt super bergachtig. Het is niet plat, maar om nou te zeggen dat je hier een bolletjestrui gaat winnen, dat is ook wel wat overdreven. Het was er helemaal daar wel van in. Er is in Zwitserland niks eigenlijk heel ver af, dus dat scheelt dan ook wel weer. Dit kan Chili zijn. Het doet me denken aan een eerdere locatie die we gehad hebben in Chili. Maar... Daarom zei ik ook gelijk, dit kan Chili zijn. Want het doet me echt heel erg denken aan een eerdere locatie die we in Chili gehad hebben. Maar dit kan ook gewoon echt... zou dit bijvoorbeeld Rusland kunnen zijn? Ja. Eigenlijk wel. Ik denk het qua omgeving, planten, et cetera, denk ik het niet. Maar qua zandweg die naar een visdorp toe rijdt, sure. Al denk ik, gezien de planten, dat dit meer waarschijnlijk Mexico of Colombia gaat zijn. En dan gaat het lastig worden, want dan gaat de vraag worden welke van de twee. Het is niet dat die twee nou echt heel erg naast elkaar liggen, zeg maar. En nou zie ik toch weer bomen waarvan ik denk van, nou, het is toch Chili. Ik weet het echt oprecht niet. Ik zeg, ik ben er nog niet eens 100% van overtuigd dat dit... Een van de... Ik zit voorlopig even in Mexico, maar dat is... Echt... Puur gebaseerd op niks. En hoe meer ik dat ik dit zie... Is het een taxi. Ik ga, dit is een gok. Dit is echt een gok die meer gebaseerd is op gevoel dan op daadwerkelijk verstand. Nou, mijn verstand zegt overigens ook van, ik denk niet dat dit Mexico is. Maar goed, mijn verstand kan er ook wel gewoon naast zitten. We zullen het over een paar seconden zien. Het was Chili. 168 punten. Maar weet je, ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd. En, dit is, Senegal. Dan waarschijnlijk. Maar wel iets meer, Frans misschien overigens. Klein beetje, nog niet heel veel, maar gewoon één ding wat gewoon Frans zegt en dan,
Oké, top. Nee, maar daarom, weet je, dit, kijk, Senegal. Cuba. Cuba hebben we ergens zien liggen een tijd geleden. Dacht ik. Parc National du Nicolas Cuba. Is ook een park, dus misschien dat ik daar beter naar kan zoeken dan. Kan hier ook zijn. Nee. Hey, luister, toen in, hoe heet het? Wat was dat? In, was het Northern Territories dat ik dat toen gewonnen heb? Ik probeer te kijken of. Parc National du Nicolas Cuba. Ja, volgens mij was dat die in Australië, toch? Die ik toen gevonden heb. Door in te zoomen. Nee, maar daarom dat. Inzoomen helpt soms. Soms ook niet, hoor. Dat geef ik ook eerlijk toe, maar. Hey. If you don't try, you never know. Ik heb niet het idee dat het heel erg helpt, maar. Hey, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Dit bos verdwijnt gewoon. Nou, wat ik zeg, ik ben blij dat ik hem gewoon redelijk in het midden van. Ja, op zich staat hij hier. Chrome zal het hier een beetje kunnen zetten. Hier staat hij gewoon lekker in het midden van alles. Dat is. Als ik hem daar laat. Zegt. Oh. We gaan op deze eindigen. Ja, ik ben er echt niet zeker van dat ik 15.000 punten ga krijgen nu. Ik denk dat ik mazzel heb. Of niet? Bienvenue, Sagos. Het is in ieder geval Zuid-Amerika. In ieder geval de AFAS wegzetten. Als ik een gok zou moeten nemen nu, zou ik zeggen dat dit Peru is. Maar dat is meer gebaseerd op de ervaring dat we al best wel redelijk wat. Zeg maar van dit soort wegen in Peru gehad hebben. Dus het is niet heel dik bewijs, maar ja. Weet je, ik bedoel. Het is iets. Ja, ik denk niet dat ik hier op deze weg, aan deze kant op, nog heel veel meer informatie ga vinden. Dus gaan eens kijken of we. Achteruit nog wat info gaan vinden. Ja, dit schreeuwt eigenlijk echt aan bijna alle. Het probleem is, het enige andere wat het voor mij betreft zou kunnen zijn, is Bolivia. Ik denk niet dat dit Mexico is. Dat denk ik dan weer niet. Ik denk ook niet dat het Peru, Colombia is. Zou dit Chili kunnen zijn? Het is mogelijk dat dit Chili is, maar ik denk.
Ik heb vandaag natuurlijk al eerder fout gezeten met chili. En we weten dat dit soort wegen ook absoluut bestaan in Chili. Maar gewoon, klinkt heel stom, maar de kleurzand, de bergen, hoe het gevormd is, de huizen een beetje. Ah. Hey, ik vind het nog heel redelijk, eerlijk gezegd. Ik ben wel blij dat het... Het is minder goed dan de vorige keer, maar... Had ik gewoon mijn eerste dingen moeten volgen, wellicht. Maar ik ben al eerlijk, dan had ik hem hier onderweg gezet. Dat was ook nog niet heel veel punten geweest. Wel meer dan nou, maar goed. Wat doe je eraan? Weinig. Maar goed. Dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.